Een televisieinterview is in de eerste plaats ook beeld. Mensen kijken eerst hoe je eruit ziet, wat je aan hebt, hoe je spreekt en hoe je jezelf gedraagt. Probeer dus al die non-verbale elementen zo goed mogelijk onder controle te houden, waardoor mensen zo snel mogelijk ook naar de inhoud luisteren. Wel, een van de tips die ik kan meegeven aan mensen die geïnterviewd worden, is dat ze op voorhand nadenken over de locatie waar zo'n interview moet gebeuren. Want als ploeg kom je ergens toe, je kent die locatie niet en vaak kom je in slechte omstandigheden waar het interview moet gebeuren. En dat kan alleen maar van de boodschap afleiden. Het is natuurlijk altijd een beetje vreemd om jezelf op beeld te zien. Maar het is wel iets waar je zelf ook altijd heel selectief in bent. En ik heb liefst van een aantal experten, ook mensen die met camera's bezig zijn, camera-ervaring hebben, die je gewoon ook eerlijk zeggen waar je aan kunt werken. Dat kan alleen met de performance beter worden.